Dag, beste kijker. De zon schijnt volop en de temperaturen klimmen stilletjes aan richting 10 graden en zelfs nog een aantal graden meer. De loop van de dag zien we misschien ook een paar wolken opduiken, maar deze voormiddag zagen we vooral veel blauwe luchten. Ja, en ook deze namiddag zal blauw nog altijd de overheersende kleur zijn. Allemaal dankzij een hoge drukgebied en we zien dus voor grote delen van Europa veel zonneschijn. Dus voorlopig geen neerslagzones die onze richting uitkomen. Die hoge druk zorgt ervoor dat we in dat mooie weer voorlopig blijven zitten. Nu, die hoge druk hier in de buurt van IJsland zorgt wel geleidelijk aan voor die noordoostelijke luchtstroming. En voor dit weekend zorgt dat voor een gure wind uit het noordoosten. En dat zet wel een rem op de temperaturen, dus het wordt gevoelig frisser. Ook begin volgende week zitten we nog altijd met die noordoostelijke luchtstroming. En ja, misschien dat er al eens een bui valt, vooral dan tegen begin volgende week of misschien ook al zondag. Maar vaak blijft het nog droog en zeker vandaag ook droog weer. Al zien we in de loop van de namiddag een paar stapelwolken. 9 graden voor de kuststreek, daar nog volop zon, maar wel dus een vrij krachtige wind. En in het binnenland gaan we naar 13 of 14 graden. Vanavond en vannacht zijn er misschien hier en daar nog een paar wolken, maar veel stelt het niet voor. Het blijft zeker droog en temperaturen tussen 2 en 6 graden. Dus geen al te koude nacht. Daar komt dan in het weekend en ook begin volgende week wel verandering in. Voor morgen, 's ochtends valt het nog mee, plus 4 graden, later 13 graden. Met nog zonneschijn, in de loop van de dag wat wolken, nog droog weer. Maar overmorgen, ja, dan kan er misschien hier of daar een bui vallen. Op vele plaatsen blijft het wel nog droog. En we hebben een temperatuur in de buurt van 8 graden. Dus een verschil met vandaag en morgen. We gaan dat verschil zeker voelen. Ook maandag houden we het bij 8 graden met 's ochtends vrieskou. En dan ja, later misschien dat er hier of daar toch een paar buien gaan vallen. En dan ook dinsdag zien we dat de luchtdruk tijdelijk stijgt. Dat betekent droog weer, zon, wolken, koude start en later hooguit 8 graden. Woensdag starten we nog met zon, maar later komen stilaan meer wolken opdagen, waaruit dan misschien wat neerslag valt bij 7 graden. En voor donderdag bewolkt weer bij 9 graden, maar het blijft dan waarschijnlijk wel droog. En voor vandaag geniet nog van het zonnetje en graag tot vanavond. Dag!